Wij zijn de Dutch Dance Reporters voor Partyscene.nl. En wij nemen jullie mee naar de vetste festivals en evenementen en laten jullie zien wat jullie absoluut niet mogen missen. We interviewen de grootste DJ's en geven jullie een indruk van hoe wij het festival ervaren. En ook vandaag zijn we weer op pad en leggen alles voor jullie vast. Het is vandaag de laatste zaterdag van juli en we bevinden ons aan de Maarseveense Plassen in Maarse, vlakbij Utrecht. Dit unieke recreatiegebied, omringd door prachtige groene velden met bomen, strand, speeltuinen en fonteinen, is dé perfecte locatie voor het bouwen van een feestje. En dat is precies wat wij gaan doen vandaag. Wij gaan vandaag genieten van house en EDM, hardstyle, urban en eclectic, Latin house en daarnaast nog veel meer entertainment. Ga er maar lekker voor zitten, want dit is Ultrasonic Festival 2016. Buiten de 5 stages om heb je ook nog gezellige barretjes die het extra sfeervol maken. Of natuurlijk om lekker te relaxen in de hangmat. Maar we hebben natuurlijk ook nog de hipster stage met Dyna en de Party Squad. We hebben de Latin Lover stage met Benny Rodriguez en Gregor Salto. En natuurlijk de Rocket Hay stage met Michel de Hay. Hardstyle-fans is er ook nog de Hardlife Stage, met onder andere Radical, Warface, The Prophet en Devin Baal. Of the sun. Ultrasonic heeft dit jaar maar liefst 5 stages. Ze draait op de mainstage Dennis Koyu, Lucas en Steve, Jay Hardway en Bingo Players. We'll be right back.
was Ultrasonic Festival 2016. We hebben een aantal kleine druppeltjes gezien, maar dat mocht de sfeer absoluut niet drukken. Er was superveel aandacht besteed aan zowel de grote als de kleine stages, wat deze dag toch echt wel heel bijzonder maakte. We spraken met Lucas en Steve en Warface. Als je deze interviews wilt checken, hou dan Partscene op onze Facebook goed in de gaten. En laat ons weten waar wij de volgende keer naartoe moeten en misschien komen we jou wel tegen op een ander festival. Like, share en follow Partscene.nl, maar natuurlijk ook de Dutch Dance Reporters. Bedankt voor het kijken en wij checken jullie later. Adios.